Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van City Skylines. Het is nog aan het laden. En tot mijn verbazing had ik toch die kleine lager niet nodig. Ik hoop dat dat voor de hele video nog is, dat ik hem niet nodig ga hebben. Maar als ik hem nodig heb, dan is hij altijd klaar voor gebruik. Appartementjes bijplaatsen en go. Oh, hier staat één dikke villa in de fik. Kom aan, auto's gaan rijden. Die brandweermannetjes die gaan echt zo er naartoe met de langste brandweerslang ter wereld. Oh, echt freaking veel auto. Freaking veel mensen. Even screenshot nemen. Maar in deze video ga ik dit stuk hier volbouwen. En dat hoort bij Linden Hills. Bij Linden Hills. Dus ja, is dat al in de zone? Nee. Dat huis dat in de fik stond, zet ik ook bij Linden Hills. Ik heb per ongeluk een andere zone gemaakt. En dat was nou niet de bedoeling. Maar goed, het zit nu bij Linden Hills. Dus als er iets daarmee fout gaat met die zone, dat is onmogelijk. Even water leggen. Het is bijna tijd om te gaan. Om een bedje in te gaan, dus ja. Dus om te gaan slapen. Ik heb zoals gewoonlijk geen zin in een schooldag. Even nog een wegje om de snelweg op te gaan. En nog een klein wegje om de snelweg af te gaan. Hier nog een weg. En hier nog een weg. En boom! Oké, dat was mijn gsm. Iedereen is gewoon ziek. Van het water. Maar wat de hel? Oké, ik ga de waterpompen ga ik afsluiten. En ik ga één groot watertorenpark maken. Pot veel watertorens. Niet te geloven. En natuurlijk nog een paar stroomkabels aansluiten terug. En ja, dan gaan we dat stukje volbouwen. Dit kleine hoekje, waar ik me aan irriteer.
Ja, ik had het eerlijk gezegd nog niet eens gezien dat daar een stukje leeg was. Wat heel raar is. Maar oké. Maar ja, nu zijn we hier om het vol te bouwen. We zijn 5 minuten en 30 seconden bezig. Nog even een wegje aanleg. Een weg aanleg. Terug even huizen zetten. Allee, aanzetten dat je huizen kunnen groeien. Of komen, hoe je het ook wilt zeggen. Je mag zelf beslissen hoe je het zegt. Maar ik zeg groeien. Ja, het zit allemaal binnen die zone. Nog een klein beetje daarvan afpakken misschien. Ja. Nu het water nog aanleggen. Wauw. Ik heb dat pas ook al gedaan, ik weet het, maar in elke straat moet je water leggen. Niet per se net onder elke straat, maar alsnog, ja, ik doe dat. Want ik vind dat kei netjes en kei ordelijk. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar oké. Allee, bijna hetzelfde voor de mensen die zeggen van, je hebt, ja, dat is niet waar. Dat precies hetzelfde is. Dus bijna hetzelfde, oké? Maar goed, mensen, we zijn goed bezig. We hebben al klaargezet het hoekje. Je kan volbouwen. We zijn 7 minuten bezig. Ja, dit is hetgene dat we wouden laten volbouwen. Ik had de tijd aanzetten en normaal gezien zou iedereen die ziek was geworden door het water sowieso wel terug beter moeten worden. Wacht, is het een matchdag? Wacht even. Ja, daar staat current match. Oké, dan wordt het nog een matchvideo ook nog. Ik ga wel even de tijd volle snelheid zetten. Het viel me al op dat er zoveel visitors waren, dus ja, daarom wist ik van, ja, er is een match bezig. En het is zelfs nog aan het stijgen, heel langzaam. En zelfs gaat dat weer helemaal naar nul. In een aantal seconden, dus ja, als een match gedaan is. De problemen zijn een klein beetje aan het weggaan. En ja, er is net een dooier gevallen. Er is letterlijk een dooier. Oh my god. Hopelijk verlies ik daardoor geen visitors. Want het blijft een beetje tot de 593 gaan en dan terug naar de 300. Naar de 592 enzovoort enzoverder. Oké, het begint toch weer wat hoger te worden. Ik zit eigenlijk meer op de visitors te letten dan op de dode persoon. Maar goed. De visitors zijn aan het stijgen en aan het dalen. Ja, ik heb de tijd op volle snelheid staan, dus ik weet niet in Cities Skylines hoe lang een match dan duurt. Ga het stadion wel even vernoemen. Mensen, ik heb een kleine challenge voor jullie. Dan laat ik de tijd wel even doorgaan voor de match. Oh,
Deze match hebben wij gewonnen. Oké. Maar mensen. Wie als eerst iets in de reactie. Nee. Ja. Wie als eerst in de reacties van deze video iets kan typen. Als eerst. Die naam van die persoon komt dan als naam van het voetbalstation. Stadion. Zet in de reacties er ook nog eens bij of dat dan een goed idee is of niet. Maar ja, het is maar een ideetje. Het is een challenge die ik net heb gestart. Dus ja. Mensen, we zijn 10 minuten. Nee, 11 minuten bezig. Dus ja, dit voetbalstadion kan misschien uw naam hebben. Dus mensen, like, abonneer. En vergeet niks in de reacties te zetten. Dus vergeet niet iets in de reacties te zetten. Dus de challenge is wie als eerst iets in de reacties heeft kunnen zetten. Die naam komt als voeders. Die naam komt op het voetbalstadion. Of stadion, hoe je het ook wilt noemen. Maar ja, het moet dan wel iets liefs zijn. Niet van, je kanaal is kut. Mijn kanaal is beter dan jouw kutkanaal. Nou. Dan komt jouw naam er ook niet in. Maar, dus het moet lief zijn. En je moet proberen als eerst een reactie te typen. En aan jou komt nee. Het moet wel fatsoenlijk zijn. Anders pak ik u dan niet. Als er iets raars bij zit. Maar, als je iets raars hebt getypt, dan pak ik u alsnog niet. Maar, mensen, like, abonneer en, ja. Goeie challenge of niet? Laat het me ook weten in de reacties. Tot de volgende video. En dat is wel morgen.